Wie heeft er nou zin om te sporten met het koude weer? Ik in ieder geval niet. Maar het is natuurlijk wel veel leuker om op de schaatsbaan te sporten. En daarom gaan wij hier vanavond een kijkje nemen bij de Nijmeegse Studenten Schaatsvereniging Lacustres. En Floor en ik kunnen allebei niet schaatsen. Dus dit is nu al een succes. Doei doei! Ice skating is such great fun. You should really give it a try. No matter if you've just started to learn or been skating for a while. See, I'm just learning how to ice skate. I wobble here and there. I fall down flat on my bottom, but it's so fun, I don't care. Swish, 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 go the blades. As I whoosh around the rink, I skate so fast as light. You'll miss me if you blink. Ze noemen me ook wel de Nederlandse Sven Kramer, zo goed was ik. En om dat na te bespreken zit ik naast... Celine. En wat doe je? Ik doe schaatsen en ik ben de voorzitter van Lacustres. En wat is Lacustres? Dat is de Nijmeegse Studenten Schaats- en Skielervereniging. Als je bij Lacustres komt, moet je dan al kunnen schaatsen? Nee, je mag ook krabbelen als Bambi, dat is helemaal prima. Maar is dan het niveauverschil niet veel te groot of... Nee, we hebben verschillende groepen waar mensen in kunnen trainen. En ook een beginnersgroep voor de nieuwe Sven Kramers in spe. Dus ja. En wat maakt schaatsen nou leuker dan al die andere sporten die je kan doen als student? Nou ja, het ijsgevoel is gewoon heel erg leuk. En het is een hele unieke sport. Als mensen aan je vragen wat doe je voor sport is, en kan zeggen schaatsen, dat is toch wel wat anders. Maar wel natuurlijk oer-Hollands en chocomel en lekker glijden. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, het gevoel van schaatsen is heel, heel cool. Goed. Goed, ja. Ja, goed. Ja, gaat wel goed. Goed. Mm-hmm. Bijna aanwezig. Bijna? Ja. Wat bedoel je? Net een tamen gehad, dus... En zeggen jullie wel eens ooit dat het goed gaat, maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed? Ja, tuurlijk. Ja, ooit wel, ja. Wel. Maar vaker andersom, dat ik denk dat het slecht gaat, maar dat uiteindelijk wel. Ja, dat heb ik nooit. Als ik zeg dat het slecht gaat, dan is het ook echt helemaal kut. Ja, denk het wel. Ja. Ja, ik denk dat een beetje ligt aan tegen welke persoon je het zegt. Ja. Ja. En jij deed het net meteen wel. Ja. Doe je dat altijd? Nee, dat niet. Op dit moment zit het nog hoog, zeg maar. Je hangt vanaf tegen wie, maar ja, soms wel eens. Ja, soms gaat dat toch iemand anders niet echt aan. Hoe het nou echt met me gaat. Nee. Heeft het niet heel veel meerwaarde als ik het met diegene daar dat bespreek? Als het iets minder met jullie gaat, hoe gaan jullie hier dan mee om? Eten? Ja, eten vaak wel. Of ik heb het er gewoon niet over en dan, na een uur gaat het wel weer. Hoe ga ik over met vriendinnen? Ja. Ik heb niet zo lekker in mijn vel zitten dat ik dan zoveel ga doen dat ik geen tijd om erover na te denken. Ik breng het gewoon in de klas. Dan het daar maar op. Ja, echt waar. Wij doen een therapeut. Yeah. Dus wij praten eigenlijk alleen maar over hoe gaat het met je, wat voel je. Opstap. Is er iets wat jullie mee zouden willen geven aan mensen waar het even niet zo goed mee gaat? Ik denk dat je gewoon ook gewoon soms de leuke dingen uit je leven moet blijven onthouden. Niet alleen moet denken aan de periode dat het slecht gaat, maar ook aan de periode dat het goed gaat. Oké. Ga leuke dingen doen. Nee, ja, maar ook wel gewoon praten over die dingen. Ja. Als je echt ergens mee zit, spreek gewoon iemand aan. Klaag af en toe. Vind jezelf af en toe zielig. Ik dacht, na regen komt zonneschijn. Ga in therapie. Wel psychomotorische therapie. Ja. Nou, het komt wel goed.